Momenteel valt er nog weinig te zien. Een bankje is het enige bouwwerk van dit project. Maar. Over een paar jaar dan is dit gewoon bos. Uh, het bijzondere van dit bos is dat het een integraal bos is met meerdere functies. Want hier aan de oostzijde van Almere schieten ook woningen binnen een jaar als paddenstoelen uit de grond. En in die woonwijk worden 30.000 bomen geplant. Hetzelfde aantal als een half jaar geleden is gekapt voor de verbreding van de A6 bomen gekapt, heel zichtbaar ook. Wat bijzonder is, is dat straks midden in de woonwijk komen eigenlijk die bomen terug. Dus nou ja, de burger heeft er ook wel weer profijt van zo dicht bij zijn huis. In dit project werken verschillende partijen samen, want dit aardappelveld verandert straks in een voedselbos. Deze sloot wordt omgetoverd tot speelwildernis. En als dit hertje te lang blijft staan, dan staat hij straks op het terrein van een natuurboerderij. Deze projecten gaan samen in een bosrijk gebied. Komend jaar dan gaat er in ieder geval de, de, de eerste grondbewerking plaatsvinden met kruidachtigen die gezaaid worden. Het jaar erop dan gaan we de bomen echt de grond inzetten. Komt de, de padenstructuur erin en nou ja, gaat de grondbewerking aan de gang. Dus met een aantal jaar dan staan de bomen erin. Het is niet zo dat we over vijf jaar echt een groot volwassen bos hebben. We zijn dan wel onderweg naar dat mooie bos met die verschillende functies, bijzondere functies.